Knaffie. Ja, man. En ik heb hier klaarleggen een courgette, een venkel. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 19 april en we leven om 12 uur 23 en dan allemaal in 2021. Ja, en ik heb mijn mooie lange jurk weer aan, daar heb ik gewoon weer zin in. En ik ga zo mijn hondjes uitlaten en uiteraard komt Astrid weer, mijn huishoudelijke zorg. En wat de dag verder gaat brengen, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er gedaan wordt, ik weet niet wat mij op mijn pad komt, ik weet het allemaal niet. Nee, het enige wat ik wel weet is dat ik mijn hondje uit moet laten. Ja. Ja man, was jij er ook, kerel? Ja. Knaffie. Ja man. Ja man. Hier is Spinnekoppie. Spinnekoppie, hè? En daar zit mevrouw Elwing. En mevrouw Rijka is buiten, want ik heb de deur open. Ik zie net haar staartje. Rijka! Rijka! Kom je niet? Kom je niet? Rijka. Kijk eens. Kom eens kijken. Rijka, kom eens kijken. Nee hoor. Ga je eens aan de kant, man. Rijka. Rijka. Hi. Hey grote meisje. Hey mijn grote meisje. Hey, ook zo'n lekker ding, hè? Ja. Genieten van het zonnetje. Ja. Ja, het is ook heerlijk weer. De lucht is blauw. Dus ja. Hemelblauw, hemelblauw, past bij jou. Ja, maak ook geen reclame ook. Hemelblauw, past bij jou. Ja, bij mij zeker. Ik hou er wel van hoor. Geen wolkje te bespeuren, alleen nog het zonnetje. Dus gewoon genieten. Ja, nou, ik zou zeggen, ik ga dat doen. Als jullie dat nou ook gaan doen, nou ja. En lach tegen iedereen, maak iedereen vrolijk en blij. Dan word je er zelf toch ook blij van. Ja. Gewoon doen en ja, als je misschien je normen en je waarden hebt en respect hebt, doe je dat gewoon. Simpel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik weet ook niet wat jullie dag eens zal vullen. Dat weet ik ook bij mezelf nou niet, want het is maandag. Het is gewoon weer een werkdag, dus ja. Gewoon weer aan de slag en of je nou jong of oud bent, je moet gewoon weer aan de bak, ja. Simpel. Ik weet niet of de scholen eigenlijk al open zijn. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik kijk er niet eens niet meer naar. Het wordt steeds gekker en gekker met die lui daar in Den Haag. Dus ik word er niet 1, 2, 3 meer op van wat wel of niet mag. Ik leef gewoon mijn eigen leven en daarmee in barsta. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, doe dat ook. En heb schijt een dronkenaartje. Ja. Net zoals, zo heet die man uit Groningen. Dat is ook een vlogger. En die heeft de scheid aan de overheid. Nou ja, heb ik ook zo'n klein beetje. Ja, scheid aan de overheid. Lekker paal. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Astrid die is alweer de deur uit. Die is al, denk ik wel, ergens al thuis. Ik heb Karen aan de telefoon, maar die werkt op de eettafel. Ik ga aan het eten beginnen en ik heb hier klaarleggen een courgette, een venkel,
pochetten. Ja. Twee zakjes met kruiden. Nog takjes met kruiden. Twee uitjes. Nou, drie tomaatjes. Enkel die ene heeft een plek, die moet ik er even afhalen. Drie stuks knoflook. Twee blokjes bouillon. Maar dat gebruik ik niet. Nee, want ik ga macaroni maken op een manier die ik nog niet eerder heb gedaan. En tomatenpuree, want het komt allemaal uit twee boksen. Die twee bakken, voordat je het zo klaar kan hebben. Maar dan was het een en ander ook niet meer goed. Dus dat heb ik weggegooid. En wat nog goed is, dat ga ik nou klaarmaken. En dan met gehakt. En... wat is jij? Macaroni! Ja, dat komt helemaal goed, dacht ik zo. Ja. Dus we gaan er gewoon aan beginnen. Lekker. Ik zou zeggen, tot later. Eindresultaat zien jullie zelf. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Zo, lieve vrienden, ik heb mijn eten klaar. Ja, en ik heb gelijk een lading afwas. Ik heb een heleboel in elkaar. Dat moet ik nog even omspoelen. Maar hier staat het dan. En het ruikt lekker en het smaakt lekker. Ik heb al een voorproefje gedaan. Dus ja, heerlijk. Er had eigenlijk rijst doorheen gemoeten. Maar waarom rijst? Was het op macaroni kaf? Ja, deksel erop. Oh, mors ik weer water. Nee, het is mijn water. Ja toch? Ja. Zo, ik ga een bak koffie doen. Het is eigenlijk al wel etenstijd, maar ik heb nog geen zin. Het is 17. Oh nee, het is 17 minuten over 5. Ik doe hier een bak koffie, dan ga ik met mijn hondjes uit en daarna pas eten. Zo is dat. Waterkoker staat aan. Dus ja. Rijka wil naar binnen. Die zat in huis achter de vliegen en die buiten vliegen. Ja. En dan tegen de vitrage op, tegen de planten om. Ze zijn wel niet echte planten, maar het hoeft niet kapot. Nee. Dus ik zeg, die zijn niet binnen, die zijn buiten. Dus gaan we naar buiten toe. Ja, en inderdaad, achter de insecten aan. Vogeltjes. Vind ze ook helemaal niet fijn hoor, dat ze hier zijn als in de tuin. Nee, dan wordt ze ook boos. Gaat ze blaffen en gek doen en doen. Vogeltjes, ze zijn zo lief. Die kleine dingetjes, huismusjes en... weet ik veel, roodbosjes, noem maar op, al die kleine vogeltjes, dat vind ik lief. Ja. Hé, doerakie. Hier, je doos. Nou, pak het dan. Boefie. Ja, nou ligt hij op de grond. Pak mezelf maar hoor. Ja, goed zo. Ik zal even hier weg. Want... ding. Oh, lekker ding. Nou, maar oké. Ik doe niks. Waarom jank je nou weer? Wat was er dan? Terug. Boefie. En hier hebben we een andere lieve boef. He, hier hebben we een andere lieve boef. He. En dat ruikt zo lekker, meisje. He, dat ruikt zo lekker, kind. Ja, he, dat ruikt zo lekker, schat. Oh, wat ruikt het lekker. He? Genieten hebben, vrouwtje. Ja, want ik had het raam ook nog open. Dat ze de hele tijd bij mij gezeten hier in de keuken. Hé? Ja. Geweldig. Hopie dopie. Hé? Vrouwtje gaat koffie maken. En daarna, als vrouwtje dat op hebt, gaan we lopen.
Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag, want het is namiddag. Ja, zolang het geen 6 uur is, is het namiddag. Ja, toch? Ja. Vind ik van wel. Zo, ik zit ook nog een beetje te hoog, maar dat doet er niet toe. Ik ga mijn schort uit doen. Koffie, zei ik. Dus de waterkoker aan. En een bakje koffie. Oh, ik had hem al aan gewacht, ja. Lekker dan? Nee, geen koffie erin. Nou. Hup. Voilà. Zo. Koffie. Voilà. En ik had wat gemorst buiten dat water er net om. Op mijn rode jurk. En dan was het ook wel rood. Tomatenpuree. Maar tomatenpuree heb ik geleerd van vroeger uit. Dat geeft vlekken. Ik heb het gelijk schoongemaakt met gewoon theedoek en water erop, maar ik zie niks meer. Nee, ik zie geen vlekje. Ik heb nog natte vlekken van het water, maar ja, water geeft geen vlekken, dus dat droogt wel op. Hé, dametje? Zo, ja, deze schort is eigenlijk net wat te klein. Ik moet langere schorten hebben, nou ja. Moet je die wel weten te vinden, langere schort. Deze heb ik ooit, deze gekocht. Ik geloof bij de Wibra of bij Zeeman, maar ik moet echt van die langere hebben. Ja, omdat ik dus zit en niet sta. Je lijkt wel meer te morsen als je zit dan wanneer je staat. Maar dat is niet waar. Als je staat valt het op de grond. Ja. En dan heb je meestal ook nog wel een 4 voet in de buurt en is het hapvlok weg en dan merk je niks. Nee, en dan valt het op je schoot. Zo. Dus ja, zo is dat maar net, lieve vrienden. Ik ga eventjes koffie doen. Met een spelletje. Dan mijn woefjes uitlaten. Dan eten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ook dat nog. Maar dat komt goed. Ik moet ook nog in mappen zetten. Maar het komt wel goed. Komt allemaal goed? Ja. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Dan komt het ook vast te zeker goed. Ja hoor. Gewoon doen. Gewoon doorgaan. En 28 april op een terrasje. Lekker een neut nemen. Wat voor een neut dan ook. Het mag een wijntje wezen. Het mag een biertje wezen. Moet jij weten. Als je maar niet dronken wordt. Dan komt alles goed. Ja, niet dronken worden, want dan komt het verkeerd. Ja. Nou, ze zeggen, geniet ze vooral voor vandaag. Want we krijgen nog 1 mooie dag. En daarna weet ik het niet. Morgen zou het ook zelfs nog wat warmer worden. Werd er mij medegedeeld in het nieuws wat ik op mijn telefoon binnenkrijg. Maar voor de rest, ja, morgen nog een dag en wat daarna komt, Joost mag het weten. Maar dat merken we wel op het nieuws weer op de televisie. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei!